Vandaag bespreken we waarom stretchen of foam rollen voor je workout in de meeste gevallen een slecht idee is en wat wel de beste warming-up is voor een effectieve... Krachttrainingssessie. Ik ben coach Bernhard, eigenaar van online fitnesscoachingplatform Project IJzersterken. In de afgelopen tien jaar heb ik meer dan 1400 mensen geholpen om een sterk, gezond en gespierd lichaam te bereiken waar ze trots op zijn. En dat al vanaf twee trainingsessies in de week en zonder hun sociale leven ervoor op te offeren. Maar als jij met slechts twee tot vier uur training per week goede resultaten wilt boeken, dan is het heel erg belangrijk dat je heel effectief te werk gaat met de tijd die je hebt. En ik zie zo vaak dat mensen. Kostbare tijd verspillen met een eindeloze warming-up vol stretches en foamrollen voor de workout. Dit is ontzettend zonde, want niemand heeft onbeperkte tijd om te trainen. En zeker niet de mensen die ik help om hun lichaam in 12 weken te transformeren. Die hebben vaak een drukke baan, een gezin en andere dingen die hun tijd en aandacht vragen. Dus elke minuut in de sportschool die geen resultaat oplevert, zorgt ervoor dat ze minder vooruitgang zien in de spiegel. Of langer moeten trainen dan nodig is en daardoor diezelfde kostbare tijd niet aan andere belangrijke dingen kunnen besteden. Dus we bespreken vandaag eerst waarom statisch stretchen en foamrollen voor je workout verspilling van je tijd is. En vervolgens bespreken we wat de beste warming-up is voor een effectieve trainingssessie voor spiergroei en krachttoename. De informatie in deze video kun jij direct toepassen om tijd in de gym te besparen. Of meer resultaten boeken met de tijd die je hebt. Zodat jij ook een gezond, sterk en gespierd lichaam kunt bereiken. En tijd over hebt om te genieten van je resultaten en te genieten van je leven. Maar voordat we van start gaan, wil jij meer leren over spiergroei, vetverlies en het creëren van duurzame resultaten? Abonneer je dan even op dit kanaal, dan zie je de volgende aflevering van Zelf verschijnen. Dan gaan we nu van start. Welkom bij Project IJzersterk, de podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we IJzersterk. Het idee dat stretchen voor je workout essentieel is, is diep geworteld in de fitnesswereld. Het zou je training verbeteren, het zou blessures voorkomen of je herstel bevorderen. En ik doel hierbij op statisch stretchen, waarbij je een spier gedurende een bepaalde tijd in één positie vasthoudt, zoals wanneer je je tenen vastpakt om je hamstrings uit te rekken. Maar statisch stretchen draagt niet alleen niks bij aan je krachttraining. Het kan zelfs een negatief effect hebben op de effectiviteit van jouw trainingssessie. Dus laten we de belangrijkste argumenten bespreken waarom jij de stretches beter kunt skippen. Statisch stretchen voor de training kan namelijk de prestaties negatief beïnvloeden. Het kan zowel de kracht als het vermogen en de explosiviteit in de daaropvolgende training verminderen. Dit betekent dat je minder zwaar kunt tillen en minder herhalingen kunt doen, wat resulteert in minder spiergroei en krachttoename. Dit komt mogelijk mede doordat statisch stretchen de spierspindelgevoeligheid vermindert. Wat leidt tot een tijdelijke verlaging van de neuromusculaire efficiëntie? En dan denk je misschien, Bernhard, waar heb je het over? Ik zal het uitleggen. Spiergroei, ook wel hypertrofie genoemd, wordt met name gestimuleerd door mechanische spanning, daadwerkelijke trekkracht, op de spiervezel. Door statisch te stretchen voor de workout kan vervolgens. De mechanische spanning tijdens de daaropvolgende oefeningen afnemen, waardoor de stimulans voor spiergroei vermindert. Je kunt het zo zien. Bij het stretchen breng je een spier in een positie waardoor je zenuwstelsel reageert. De stretch die je voelt is namelijk niet zozeer dat de spier daadwerkelijk volledig wordt uitgerekt. De stretch sensatie is een beschermingsmechanisme van het zenuwstelsel om ervoor te zorgen dat jij niet in onveilige posities terechtkomt. Als jij in een positie terechtkomt waarvan je zenuwstelsel denkt dat het mogelijk riskant zou kunnen zijn, dan reageert het door de spier aan te spannen en een stretch sensatie te leveren, als een soort waarschuwingssignaal. Zo zorgt het ervoor dat jij de spieren en pezen niet daadwerkelijk volledig uitrekt of zelfs afscheurt, doordat je de spier te veel op lengte brengt. Dus mogelijk is een reden dat statisch stretchen de prestaties en de spiergroei van de daaropvolgende training vermindert als volgt. Als jij in een langere periode in die stretchpositie spendeert, dan leer je je lichaam eigenlijk tijdelijk die stretchreflex te verminderen en de spanning op de spier te verlagen. Je kunt je wel voorstellen dat als jij in een uitgerekte of riskante positie, in ieder geval in het perspectief van je zenuwstelsel, terechtkomt... en vervolgens een hele hoge spanning op die spier gaat leveren door heel veel kracht te zetten, dat het risico op blessures juist groter is. Dus... Je zenuwstelsel verlaagt eigenlijk de potentiële spanning op de spier om blessures te voorkomen wanneer je langere tijd in een stretchpositie zit. Maar de stretchreflex en die mechanische spanning op de spier, die is juist zo belangrijk voor de stimulans die we in de spier willen leveren. Als je nou aan yoga of turnen doet en je wil je lichaam aanleren om in posities te komen waar het nu nog niet kan komen, dus je wil je lenigheid voor, voor bepaalde bewegingen vergroten, dan kan langdurig en statisch stretchen. Mogelijk een toegevoegde waarde zijn voor jouw trainingsdoel. Maar als kracht en spieropbouw jouw doel is, of het creëren van een sterk en afgetraind lichaam, dan is stretchen voor de workout hoogstwaarschijnlijk de verspilling van je tijd en mogelijk ook nog eens contraproductief. En wat veel mensen denken is dat je van krachttraining per definitie een soort stijve hark wordt die zijn armen niet boven zijn hoofd kan strekken en zijn veters niet kan strikken. Maar niets is minder waar. Als je krachttraining over een grote bewegingsuitslag uitvoert, dus als je je borstspier altijd helemaal uitrekt bij je dumbbell press, je brengt altijd je borst naar de vloer bij een push-up, dan zal jouw bewegingsvrijheid in die borstspier alleen maar toenemen. Als jij met een Romanian deadlift altijd je hamstrings helemaal uitrekt, dan is er weinig zo effectief om de flexibiliteit. En de functie van die hamstrings te verbeteren over de gehele bewegingsuitslag. Dus als jij met een grote bewegingsuitslag uh, krachttraining doet en altijd de spier volledig op lengte brengt, in ieder geval voor zover dat mogelijk is in een bepaalde beweging, dan zul je met krachttraining je mobiliteit, ...juist verbeteren. Maar hoe zit het dan met foamrollen? De pijnlijke activiteit om met een harde bal of met een soort kunststofroller, roller... ...als een deegrol over je spierbuik heen te gaan. Is foamrollen wel een goed idee om voor je workout te doen? Nou, ik heb goed nieuws, want nee, dat is het niet. Foamrollen, ook wel bekend als self-myofascial release... ...hele mond vol, we noemen het gewoon foamrollen... ...heeft waarschijnlijk net als statisch stretchen een negatief effect... Op je prestaties in de daaropvolgende training en dus ook op het resultaat in krachttoename en spiergroei. Hoewel foamrollen vaak wordt gepromoot als een manier om spierspanning en je herstel juist te bevorderen, kan het foamrollen voor de training juist leiden tot verhoogde spierschade. Dit komt omdat foamrollen de spieren en de fascia extra belast voorafgaand aan de krachttraining. Wat kan resulteren in meer microtrauma en een verminderde prestatie tijdens de workout. Dus als jij op een efficiënte en effectieve manier te werk wil gaan met je warming-up en met je krachttraining, dan kun je de foamrol beter wegrollen. Maar wat moet je dan wel doen om goed op te warmen voor je krachttraining? Of heb je überhaupt wel een warming-up nodig? Nou, ik raad zeker niet aan om koud de gym in te lopen en direct je one-rap max op een deadlift of benchpress uit te voeren. Hoogstwaarschijnlijk kun je namelijk veiliger en zwaarder tillen. Als je met een goede warming-up te werk gaat. En als jij veiliger en zwaarder kunt tillen. als je beter kunt presteren. en meer gewicht of meer rep repetities kunt doen. dan zul je waarschijnlijk ook meer spiergroei stimuleren. Nou, om te weten hoe we slim opwarmen. is het belangrijk om te begrijpen. wat het doel is van de warming-up. En het doel is eigenlijk simpel. Het doel van de warming-up is om ervoor te zorgen. dat je op een veilige en effectieve manier. je krachtoefeningen kunt uitvoeren. Met een gewicht dat zwaar genoeg is om spiergroei of krachttoenaam te stimuleren. Nummer 1 is dus dat we de spieren en lichaamsdelen die we gaan trainen letterlijk willen opwarmen. Warmere spieren hebben namelijk een betere neurologische aansturing. Ze nemen sneller zuurstof op. Glycolyse, dat is een belangrijk proces voor de energieproductie in de spieren, verloopt ook sneller. En de elasticiteit van de spieren en pezen is vergroot. En daardoor loop je waarschijnlijk minder snel blessures op. Wanneer de spieren en pezen en gewrichten die je gaat belasten goed warm zijn voor je training. Ook kan een slimme warming-up ervoor zorgen dat je technische vaardigheid in de krachtoefeningen verbetert. Door een verbeterde aansturing en betere techniek kun je de oefeningen beter uitvoeren, waarschijnlijk ook met een hoger gewicht. En hierdoor een hogere spanning in de spier plaatsen die je wilt laten groeien en meer spiergroei en krachttoename stimuleren. Een ander belangrijk principe voor een effectieve warming-up is specificiteit. Een slimme warming-up is specifiek voor hetgene wat je daarna gaat doen. Je kunt je voorstellen dat ik een uitgebreide warming-up voor mijn benen, mijn heupen, mijn knieën en mijn enkels kan doen. Maar als ik vervolgens mijn bovenlichaam ga trainen, nou, dan is dat misschien wel iets warmer geworden. Maar dan heeft het waarschijnlijk weinig nut gehad. Dus als ik slim en efficiënt wil opwarmen, dan richt ik me vooral op de dingen die specifiek gaan bijdragen. Voor de oefeningen, de lichaamsdelen die ik vervolgens ga trainen. Zo verspil ik zo min mogelijk tijd en energie aan het opwarmen van de spiergroepen en lichaamsdelen die ik niet ga gebruiken. Waar komen we dan op uit? Wanneer we de specifieke gewrichten en spieren willen opwarmen die we vervolgens gaan gebruiken en onze technische vaardigheid in de oefening die we op het programma hebben staan willen verbeteren. Dan komen we uit op het gebruik van warm-up sets. Van de oefening die je gaat doen. Als jij gaat squatten op een zwaar gewicht, dan is er geen enkele warming-up zo specifiek als de squat zelf. Maar dan met een lichter gewicht. Hiermee warmen we precies de juiste spieren en gewrichten op in exact het beweegpatroon dat we vervolgens gaan belasten. En vergroten we onze technische vaardigheid in de beweging die we gaan doen, namelijk de squat. Hierdoor voldoet het gebruik van warm-up sets aan alle vereisten van een effectieve warming-up. Nummer 1. Ze zorgen ervoor dat de spieren en gewrichten die je gaat trainen daadwerkelijk warmer worden. En nummer 2. Ze zorgen ervoor dat je technische vaardigheid in de oefening wordt vergroot. Hierdoor kun je veiliger en effectiever trainen. Daarnaast is het ook nog eens heel erg praktisch en tijdsefficiënt. Omdat je dezelfde plek en dezelfde materialen in de sportschool of home gym gebruikt voor je warming-up. Als je vervolgens voor de training gaat gebruiken. Het aantal warm-up sets dat je nodig hebt verschilt enorm per oefening, per persoon en per situatie. Maar je kunt als volgt te werk gaan. Gebruik eerst één of meerdere sets met relatief veel reps en een heel erg licht gewicht om de spieren en gewrichten daadwerkelijk op te warmen. Dit kunnen bij de squat bijvoorbeeld sets zijn van 10 tot 15 reps op lichaamsgewicht. Of met een lege stang. Doe net zoveel reps en sets totdat je merkt dat de stramheid uit de spieren is. Je spieren en gewrichten warmer zijn. En je soepeler door de beweging heen gaat. Als het warm is in de gym. En je bent bijvoorbeeld met de fiets. Of met de benenwagen naar de sportschool gegaan. Dan heb je mogelijk aan één van dit soort setjes al genoeg. Als het ijskoud is. Binnen en buiten de gym. Je bent met de auto gekomen. Je hebt nog nauwelijks bewogen. En je bent heel erg. Koud, dan heb je wellicht wat meer van dit soort sets nodig. Afhankelijk van hoe zwaar de oefening is die je vervolgens gaat uitvoeren... heb je mogelijk één of meerdere tussenstappen nodig om naar het startgewicht op te bouwen. Stel je wilt met 120 kilo gaan squatten deze training. Nou, dan doe je dus eerst even één of een paar setjes met de lege stang om op te warmen... en vervolgens doe je misschien een setje met 60 kilo en vervolgens een setje met 100 kilo... Om op te bouwen voordat je daadwerkelijk van start gaat met de training met 120 kilo. Let wel op, want deze warm-up sets zijn heel erg belangrijk om dus veilig en effectief te trainen. Maar ze zijn op zichzelf geen effectieve sets. Ze zijn namelijk niet uitdagend genoeg om spiergroei of krachttoename te stimuleren. Dus als jij drie sets op het menu hebt staan. En je doet een setje met 60 kilo, een setje met 100 kilo en dan één setje met 120 kilo. En je denkt, nou, ik heb drie sets gedaan, dan heb je het mis. Dan heb je namelijk maar één echt uitdagende set gedaan: de set met 120 kilo. De rest was warming up. Als jij namelijk setjes kunt squatten met een stang van 120 kilo, dan is een setje met 60 kilo. Lang niet uitdagend genoeg om tot dicht bij spierfalen te trainen. En als een set dus niet uitdagend genoeg is, dan zul je er waarschijnlijk weinig resultaat uithalen. De warm-up sets zijn dus wel heel belangrijk, maar we tellen ze niet mee voor de daadwerkelijke training. Het is de voorbereiding op de training. De eerste oefening in de workout waarbij je een bepaalde spiergroep of lichaamsdeel gebruikt. Heeft meer warming up nodig. Als je start met de bench press, dan ben je nog helemaal koud en zul je wat meer warm-up sets nodig hebben. Misschien heb je wel drie of vier setjes nodig om op te warmen en op te bouwen naar je startgewicht. Als je na de bench press een chest press doet, waarbij je exact dezelfde spieren en dezelfde gewrichten gebruikt, dan ben je eigenlijk al warm. En dan is Warm-up setje misschien al meer dan voldoende. En als je dus een oefening met meer gewicht gaat uitvoeren, heb je waarschijnlijk ook meer warm-up nodig. Als je dus gaat squatten met 120 kilo, heb je waarschijnlijk meer warm-up sets nodig dan als je goblet squats gaat doen met een kettlebell van 10 kilo. Probeer tijdens de warm-up sets ook heel goed aan je techniek te werken. Voelt je techniek in de oefening nog wat onwennig en voel je je spieren nog wat stram en stijf, doe dan gewoon wat meer warm-up sets. Op lichtere, Isolatieoefeningen later in de workout heb je dus waarschijnlijk minder of zelfs geen warm-up sets nodig. Stel je hebt al lat pulldowns gedaan. Dan zijn je ellebogen, schouders en armspieren eigenlijk al warm. Ga je vervolgens dumbbell curls doen met een licht gewicht waarbij je ook de ellebogen en de biceps belast, dan heb je waarschijnlijk geen echte warming-up meer nodig. Maar, maar ook bij dit soort oefeningen als je twijfels hebt over je techniek Doe dan gewoon even een warm-up setje met een iets lichter gewicht om even te oefenen. Voordat je met je eerste werkzet start. Als je bijvoorbeeld een full body training gaat doen. En je bent echt ontzettend koud voordat je de gym ingaat, kun je dus bijvoorbeeld vijf minuten op een roeimachine of crosstrainer spenderen. Om eerst een soort globale warming up te doen, maar in de meeste gevallen is dat niet nodig. Dus als je op deze manier slim met warm-up sets te werk gaat, kun je 10 minuten op de loopband en vervolgens 15 minuten van zinloze stretches en capriolen op de foamrol uit je training knippen. Dit zorgt ervoor dat je eerder en beter aan het effectieve gedeelte van je workout kunt beginnen en dus meer resultaat uit de tijd in de gym kunt halen. Hierdoor kun je eerder naar huis om je kostbare tijd en andere belangrijke dingen te spenderen. Of je kunt in dezelfde hoeveelheid tijd meer effectieve training doen, bijvoorbeeld meer sets of meer oefeningen doen en hierdoor meer progressie boeken. Hoe dan ook, als je slim te werk gaat met je warming-up. Dan is je tijd beter besteed. Evolutionair is het ook niet heel erg logisch dat mensen een hele lange warming-up nodig hebben voordat ze optimaal kunnen presteren. Als onze voorouders eerst een half uur moesten stretchen en foamrollen voordat ze zichzelf konden verdedigen of achter een prooidier aan konden jagen, dan hadden ze het waarschijnlijk niet heel erg lang overleefd. En als laatste wil ik het volgende zeggen. Zit jij al een tijdje vast en zie je weinig resultaat in de spiegel? Wil je wel vet verliezen, fitter worden en een atletisch en sterk lichaam bereiken... maar weet je niet goed hoe je van start moet? Of doe je eigenlijk maar wat met je training en voeding... en weet je niet hoe je effectiever te werk gaat om een krachtig lichaam met een sixpack te bereiken? Dan heb ik goed nieuws. Want ik en mijn team helpen mensen die een druk en sociaal leven hebben... en graag een fitter, sterker en gespierder lichaam willen... Maar niet goed weten wat ze moeten doen, om in twaalf weken vijf tot tien procent van hun lichaamsvet te verliezen, terwijl ze sterker en gespierder worden. En dat is al vanaf twee workouts in de week en zonder je sociale leven ervoor op te offeren. Wil je ontdekken of we jou kunnen helpen om in de beste shape van je leven te komen? Meld je dan aan voor een gratis en vrijblijvend consult via www.projectijzersterk.nl. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.